De Risha Vulcan 2 is een basic motelaars met complete eigenschappen. Ik ben Oscar van MKC Moto en dit is de review van de Risha Vulcan 2 beschikbaar bij MKC Moto. De Risha Vulcan 2 is opgebouwd uit een slijtvaste rundleren buitenlaag en in combinatie met wat textiele microvezeldelen zorgt dit ervoor dat hij slijtvast, maar ook comfortabel is. Verder is de laars voorzien van een volledig waterdicht en ademend membraan, waardoor die dus eigenlijk in het hele jaar door prima ingezet kan worden. Het uiterlijk van de laars is vrij neutraal, neigt naar het sportieve, dus eigenlijk prima te gebruiken voor de toerrijder, sporttoerrijder. Op het moment dat we gaan kijken naar de veiligheid van de laars, dan weten we dus dat die volledig opgebouwd is uit de combinatie van de slijtvast leer en textiel. Leer zorgt ervoor dat het slijtvast is, maar ook voldoende comfort biedt. En het textiel maakt de laars net eventjes wat soepeler, maar ook dat biedt uiteraard de slijtvastheid die je kan verwachten. Ook is de laars op een aantal punten verstevigd. Deze verstevigingen vinden we terug aan de voorkant van de laars, rondom de tenen. Rondom de hiel is een extra versteviging geplaatst en omdat de laars naar boven toe wat langer doorloopt, pakt hij op die manier ook de enkel, het scheenbeen en de kuit meteen goed en strak vast. Als we doorgaan met het comfort, dan zien we dat er wat extra panelen met textiel zijn aangebracht die ervoor zorgen dat de laars daar net wat soepeler wordt. Ook zien we nog een extra versteviging aan de buitenkant van de laars en rondom het schakelgedeelte is nog een TPU-pad geplaatst zodat daar het gedeelte van deze laars niet gemakkelijk door kan slijten en hem ook super duurzaam maakt. Rondom de bovenkant is nog een groot accordeon stretchpaneel van textiel aangebracht, wat ervoor zorgt dat de laars op die manier ook netjes en flexibel meebeweegt, zodat hij niet tegen gaat werken. Aan de achterkant zien we wederom een accordeon stretchpaneel die op dezelfde manier is aangebracht aan de voorkant en dus ook hier weer wat extra bewegingsvrijheid toebrengt. Verder zien we ook nog dat de zool aan de achterkant wat langer doorloopt, zodat hij daar ook wat extra stevigheid biedt. De laars zelf wordt aan de bovenkant afgesloten door middel van een klittenband en daaronder vinden we de grote rits terug. Zodra we die volledig naar beneden doen, zien we dat de laars vrij ver opengezet kan worden en zien we ook nog een extra flap aan de binnenzijde. Deze flap is ook voorzien van het waterdichte membraan en zorgt ervoor dat water door de rits niet de laars binnen kan treden. De laars is verder volledig voorzien van een waterdicht en ademend Hipora membraan. Het voordeel van dit waterdichte membraan is dat water niet de schoen binnen kan trekken van buiten naar binnen en dat vocht en warme lucht wel naar buiten afgevoerd kunnen worden, waardoor je voeten dus altijd droog blijven. Rondom de bovenkant zien we nog een 3D mesh paneel zitten met wat extra foam daarachter, wat daar ook het comfort verhoogt. En de binnenkant van de laars is volledig afgewerkt met een zacht materiaal, zodat hij rondom de voet ook netjes afsluit. En dit materiaal zorgt er ook voor dat de transpiratie van de voet wordt opgenomen, zodat je voeten dus ook altijd netjes en droog blijven. De laars is aan de onderkant ook nog afgewerkt met een anti-slip materiaal en dit vinden we terug aan de onderkant van de zool. Dit materiaal zorgt er ook voor dat je met nat weer ook altijd voldoende grippen houdt. Ook is de zool nog verstevigd met een kunststof plaat, waardoor die niet kan gaan verdraaien en op die manier dus ook altijd de veiligheid biedt die je ervan kan verwachten. Wil je graag weten wat jouw ideale maat is? Klik dan even op de video in beeld. En uiteraard ben je ook welkom in een van onze winkels om de spullen te komen passen of op onze webshop om ze hier te bekijken. Vond je deze video nou leuk of nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En ook kan je eventueel abonneren op ons YouTube kanaal. Door middel van het belicoontje krijg je altijd een update op het moment dat wij een nieuwe video posten. Ook kan je ons eventueel in de gaten houden op Instagram of Facebook om alle trends bij te houden. Ik ben Oscar van MKC Moto en bedankt voor het kijken.